vergeten. Ja. Oftewel, ik werd in het daglicht gezegd bij Brendan dat ik weer niet kon helpen. En toen zei André, ja, sorry, ik ben het vergeten. Anders was dat heel lang af geweest. Wat is dit nou weer voor verhaal? Ja, is toch bizar? Oh, echt. En ik zei, wat ik ook nog zei, en dat zei ik tegen hun ook. Ik zeg, weet je wat het is tegen Brennan? En ik zie gisteren dan Jessie met een notitieblok lopen. Die wil schrijven, die kan nergens zitten met de muziek erbij. Weet je, die zaten in het atelier, zaten hun toen onwijs lekker te schrijven. En Jesse liep gisteren met de ziel onder zijn arm met zijn notitieblok. Zat hij weer bij het podium, zat hij weer op de bank, zat hij weer daar. En ik zeg, lukt het? Nee, zegt hij. Ik heb er geen rust in. Ik zeg, ja. Dus ik zei tegen Brendan, ja, die jongens willen ook gewoon schrijven verder. Ik zeg, het is gewoon best wel vervelend. En vandaag vroeg ik het ook aan jou. En jij zei ook, ja, je kan daar, of ik gisteren of eergisteren ook, je kan daar niet normaal draaien. Of die staat er, of die staat er, of die staat er. Dus ik vraag wanneer het atelier af is. Ook omdat Shelly midden in de silo's zit te knippen. Toen heeft hij een limiet erop gezet dat deze week af is. En hij zei, ik heb alleen nog maar te maken iets met een dingetje. En dan, André, wachten we op dat het klaar is met schilderen. Mm. André heeft er wel vaak een handje van, hoor. Van, sorry. Vergeet. Was jij de vorige keer erbij? Maar ik zei tegen Brendan, ja, ik vind het jammer. Want Brendan wilde graag met mij nog wel bouwen. Had hij gezegd. Ja, ik zeg, nou, dit was het laatste bouwproject. Oh nee, dat is de sportschool. Maar stiekem was het podium. Stiekem was het podium, ja, dat klopt. Is er ook eentje, hè, die maar is? Of niet is? Ja. Ik moet hier af. Ik moet dit even, deze informatie moet ik even weer tot me winnen. Sfeer ervan. Ja. Beetje apart. Van? In het algemeen. De situatie vind ik een beetje apart. Apart dat je zoiets vergeet. De ene die dan dat aan Andrea vraagt om Mariska erop te attenderen. Volgens mij dat je dat ook zelf gewoon kan, lekker kan doen als jij die afspraak hebt. Dus ik vind de situatie zo vaag als maar kan. Ik vind het een beetje een apart verhaal. En het verhaal dat Brendan iets met Mariska wil bouwen, terwijl die een uitgesproken mening over haar had met betrekking tot de sportschool. Vind ik ook een vaag verhaal. Een vaag verhaal vind ik het ook. Dat Brendan Mariska advies vraagt, vind ik ook een vaag verhaal. Ja, dat is ook wel heel leuk. Ja. Kortom, bijzonder allemaal. Mooi. Heel bijzonder. We zitten hier ook met bijzondere mensen. En vind je jezelf bijzonder? Ja. Ja? Ja. Ik denk wel uniek. Dat wel. Lekker eigens. Zo bijzonder vind je? Ja. Nee, ik ben gewoon een doorsnee figuur. Van een samenleving. Ja, ik denk dat we sowieso allemaal unieke karakters zijn, hoor. Nee, hoor. John de Mol, die had nog een plekje over, ook. Ja, is. Ik had nog opvulling nodig. Toen dacht ik, ah ja, ik heb nog niemand van 30, dus je stelt die er maar in. Dat kan anders. Gebrek aan beter.